Zullen beginnen met een gebed te zeggen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Zie de dienstmaagd des Heren, wij geschieden naar uw woord. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het gebed op deze vigilieavond van het hoofdfeest van Maria, boodschap. Mooi dat de kerk ons dit gebed geeft. Serafim van Sarov, de anonieme Russische pelgrim, Siloan van de Athos en 2 weken geleden Fyodor Dostoevsky. En we sluiten deze reeks af met de heilige dwazen in Christus. Serafim, op een icoon, met de zusters van Divejevo, het klooster wat hij meegesticht heeft, en 3 heilige dwazen. Een van hen is Pelagia. En over haar wordt dit gezegd. Het schouwen in de harten die de echte dwazen in Christus door de Heilige Geest verleend werd, maakte Pelagia weldra beroemd. Vele mensen kwamen haar om raad vragen. Toen de bisschop van deze vrouw hoorde spreken, uitte monsignor Nectarius het verlangen haar te zien. In haar cel zat Pelagia in elkaar gedoken op een krukje. De bisschop nam ook een krukje en ging naast haar zitten. Wat moet ik doen, dienares van God, wat moet ik doen, zei hij. Het verzet van de communiteit van Divejevo tegen zijn plan om een nieuwe overste te benoemen had hem in de war gebracht. De dwaas vestigde op hem de strenge en diepe blik van haar heldere ogen. Monseigneur, u doet vergeefse moeite, zei ze met krachtige stem. Men zal u de moederoverste niet uitleveren. Zijn baard tegen zijn borstkruis gedrukt en zachtjes het hoofd schuddend, mompelde de bisschop, ik weet niet wat ik moet doen. Plotseling ging Pelagia staan, onrustbarend en verschrikkelijk om te zien. En ze begon oorlog te voeren. Ze sloeg in de lucht als om onzichtbare vijanden te doden en brak alles wat onder haar hand kwam. De medezuster had maar juist tijd genoeg om de bisschop de cel uit te helpen. Een typerend verhaal van een dwaas in Christus. Ze hebben de gave van de hartenschouw, profetie. Mensen komen naar hen toe om raad. Maar de raad die ze krijgen is altijd anders dan ze verwachten en hopen. En zoals we hoorden, wordt ook op een heel andere manier gegeven dan men verwacht. Deze bisschop zit daar in dat kleine celletje bij op dat krukje. En hij vraagt, wat moet ik doen? Hij wil de overste vervangen van die Vejevo. Maar de communiteit is daarop tegen. En degene die hij in plaats van de huidige overste wil stellen, is niet degene die in de geest van Serafim van Sarov wil werken. De bisschop weet het niet meer. En dan gaat Pelagia, de dwaas in Christus, staat dan ineens op en die begint in het luchtledige te vechten. En alles wat ze daarbij raakt in die cel gaat kapot. En de bisschop moet zelfs
in veiligheid gebracht worden, oorlog voeren. In feite laat de dwaas in Christus Pelagia aan de bisschop zien dat hij weerstand moet bieden aan de mensen die hem verkeerde suggesties geven, die hem op een verkeerde pad brengen. Hij moet daar gaan tegen vechten. En uiteindelijk zal hij merken dat hij tegen de duivel vecht. Nu, dit alles wordt zichtbaar in die bewegingen van het vechten van de dwaas in Christus. Zo zijn de handelingen van de dwaas in Christus en we zullen er meer tegenkomen. Een fenomeen wat heel diep teruggaat in de heilsgeschiedenis. Bepaalde profeten aan wie handelingen werden gevraagd door God, die voor de mensen volstrekt onduidelijk waren, dwaas waren. Jesaja bijvoorbeeld, die een gat in een muur moet maken en dan moet hij doorheen lopen door de muur van zijn huis. Dus een symbolische handeling. Maar de mensen die het zien, die denken, die is natuurlijk niet goed bij zijn hoofd. Wie gaat nu de muur van zijn eigen huis kapot maken? Hosea, die moet trouwen met een prostituee. En de mensen begrijpen het niet. Hij is toch de profeet. Maar het is een symbolische handeling. Het volk is overspelig geworden. Het volk heeft ontucht bedreven door afgoden te aanbidden. Maar toch wil God zijn volk trouw blijven. Als de profeet huwt met de prostituee, is dat een symbool van God die bereid is om zijn volk trouw te blijven, zoals een bruidegom zijn bruid trouw blijft, ook al heeft de bruid overspel gepleegd. En zo zijn er meer, vaak heel kort beschreven situaties bij de profeten, die als je ze eigenlijk goed bekijkt, komen dwaas zijn, voor de mensen onbegrijpelijk. Het gaat hierbij niet alleen om de symboolhandeling van de profeten, maar eigenlijk ook nog veel dieper. De profeten worden ingeoefend in een beschikbaarheid. Niet alleen om het woord door te geven dat ze horen, maar ook te doen wat God vraagt dat ze moeten doen. Of ze het zelf nu begrijpen of niet, ze worden geoefend in de leerschool van de gehoorzaamheid. Zoals ook het volk telkens weer wordt teruggeroepen naar de gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid die uiteindelijk volkomen zal zijn in Maria. Die omwille van het feit dat zij zonder zonde is, in alles geluisterd heeft naar God en ook gedaan heeft wat hij van haar vroeg. Maar deze symbolische vreemde handelingen kan je dus in het Oude Testament al terugvinden. Ze breken door in het woestijnmonarchisme. Die heel bijzondere beweging die in de tweede, derde eeuw al ontstaat, maar in de vierde, vijfde eeuw eigenlijk ontploft. In die zin dat er heel veel broeders in de woestijn komen leven, het monastieke leven zoeken, heel veel zusters komen. Ook als een reactie op het feit dat het katholicisme staatsreligie is geworden en het zelfs gewin geeft als je je laat dopen, wat tegelijkertijd betekent dat de motivatie wordt uitgehold. Verburgerlijking slaat toe en als reactie daarop komt het monastieke leven. En in dat woestijnmonarchisme heeft de Heilige Geest heel diep kunnen werken in de harten van de mensen. Grote gaven die geschonken zijn. En een van die gaven is ook deze dwaasheid van Christus die we daar tegenkomen. In het werk van Palladius uit het jaar 420... Historia Lausiaca. Hij is iemand die door Egypte heeft gereisd en heeft neergeschreven wat hij daar ziet. Het is dus een ooggetuigenverslag. En dat maakt het eigenlijk heel boeiend om dat te lezen. Ik lees het stukje voor over de kloosterspons en Pythium. Volgens de Historia Lausiaca was er in een vrouwenklooster bij Tabenissi een religieuze die zich gedroeg
alsof ze aan dementie en bezetenheid leed. Ze werd als een voetveeg beschouwd en mocht zelfs niet aan de gemeenschappelijke tafel mee eten. Omdat ze in het klooster de nederigste diensten verrichtte, kreeg ze de bijnaam spons van het klooster. Ze zocht deze vernedering juist. Het schriftwoord gedachtig. Als iemand onder u wijs meent te zijn, dan moet hij dwaas worden in deze wereld om wijs te kunnen zijn. In tegenstelling tot de andere zusters die kappen droegen, had ze zich een lap om het hoofd gebonden en ze leefde van de kruimels op de tafels die ze afsponsde. Maar het licht bleef niet onder de korenmaat, want de beroemde monnik Pitirum zag in een visioen dat deze onaanzienlijke zuster, over wie ieder zich vrolijk maakte, een hogere graad van volmaaktheid bereikt had dan hij zelf. Een van de eerste korte beschrijvingen van een zuster die daar leeft, omwille van dwaze woorden. En tegelijkertijd heeft zij een hogere graad van heiligheid. En er zit natuurlijk in dat laatste zinnetje ook alweer wat iets van humor. Ze is heiliger dan Pitirum, dan hemzelf, krijgt hij in een visioen te zien. En dan is er de monnik Sarapion. Hij is zelf een dwaas in Christus. En dat blijkt uit een aantal facetten. Een van de dingen die hij gewoon was te doen, is om zich als slaaf te verkopen aan een heidense familie. Om dan daar zo voorbeeldig te leven dat deze familie zich zou bekeren. En zo staat in de Historia Lausiaca dit. Daarna ging Sarapion naar Sparta en vernam daar dat een van de voornaamst vooraanstaande bewoners met heel zijn gezin Manichea was. Al was het wel een rechtschapen man. Manicheërs, een soort filosofische secte waar Augustinus ook nog lange tijd in gezeten heeft, die heel sterk in het tweevoudig beginsel geloven. Er is een God die het goede en een God die het kwade geschapen heeft. En de materie is dan bij uitstek het kwade en alles wat daarmee te maken heeft. Nu, Sarapion hoort over hen, hij weet dat het zijn goede mensen, maar ze zitten in de verkeerde club. En dan gaat het verder, net als in het vorige geval, verkocht hij ook nu weer zichzelf als slaaf aan die man. Binnen 2 jaar had hij hem van zijn ketterse ideeën afgebracht en wist hij ook diens vrouw tot de kerk te leiden. Ze kregen hem lief. En beschouwde hem niet langer als een slaaf, maar als een echte broeder of vader. En ze verheerlijkten God. En dan hoort Sarapion over een andere dwaas in Christus. Het is een zuster, een religieuze, een vrouw. En hij gaat daar naartoe, want hij twijfelt eraan of dit een echte dwaas in Christus is. En hij raakt met haar in gesprek. En hij zegt tegen haar: waarom zit je al die tijd? En zij zegt: ik zit niet, ik reis. En toen hij: waarheen ben je dan onderweg? Naar God. Daarop vroeg hij haar: leef je nog of ben je al dood? En zij antwoordde: ik geloof in de naam van God dat ik al dood ben. Want iemand die nog in het lichaam leeft, kan zo'n reis niet maken. Hij zei tot haar: om mij te overtuigen dat ik dood ben, doe wat ik je vraag. Hierop zei ze: draag mij iets op wat mogelijk is en ik zal het doen. Hij antwoordde: voor iemand die dood is, is alles mogelijk, behalve een goddeloze daad. En hij zei: ga naar buiten uit je cel en laat je aan de mensen zien. Maar zij antwoordde hem: ik ben al 25 jaar niet naar buiten gegaan. Waarom zou ik dat nu dan wel doen?
Daarop zei hij, als je gestorven bent aan de wereld en de wereld aan jou, dan maakt het je toch niets meer uit of je nu wel of niet naar buiten gaat. Ga daarom naar buiten. En ze ging naar buiten. Nadat ze zichzelf buiten vertoond had en naar de kerk was gegaan, zei hij tegen haar, als je me wilt overtuigen dat je gestorven bent en niet langer leeft om de mensen te behagen, doe dan wat ik doe. Dan weet ik dat je gestorven bent. Leg je bovenkleren af, leg je op je schouder en loop dan zo dwars door de stad heen samen met mij. En toen zei ze tot hem, met zo'n onfatsoenlijke daad zou ik velen shockeren. En dan kunnen ze zeggen, die is gek, door een demon bezeten. Hij antwoordde haar, en wat kan jou dat schelen, als ze zeggen, die is gek en van een demon bezeten? Want je bent aan hen gestorven. Zij zei echter tot hem, als je iets anders wilt, zal ik het doen. Maar ik beroem mij er niet op dat stadium al bereikt te hebben. En tenslotte zei hij tot haar, kijk, je moet niet meer zo groot over jezelf denken, alsof je vromer bent dan alle anderen of dood aan de wereld. Want ik ben meer dood dan jij. Serapion, die zo een dwaas in Christus ontmaskert. Ze is nog niet voldoende afgestorven aan de wereld. Want dat zou een van de voorbereidingen zijn om dit charisma van de dwaasheid in Christus te ontvangen. En dan komen we in de 4e, 5e eeuw. De grote dwaas, Simeon Salos. Salos is het Griekse woord voor dwaas, de dwaas. Heilige Simeon de dwaas. Hij staat ook in onze kalender, helaas niet in de actieve kalender. Simeon de dwaas, we weten veel over hem, omdat de bisschop Leontius van Neapolis hem gekend heeft en zijn levensbeschrijving heeft opgetekend. Dus we hebben deels uit eerste hand en deels van mensen die Simeon gekend hebben, hebben we de levensbeschrijving. Het is nog niet zo lang geleden, rechts kan je dat zien, een mooie nieuwe uitgave verschenen. En het is echt zeer de moeite waard om dat leven van Simeon de Heilige een keer rustig te lezen. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de lange voorbereiding die Simeon krijgt. Samen met zijn broer gaat hij het klooster in. En dan leven ze heel veel jaren om de ascese te beoefenen, onthecht te worden, gehoorzaamheid aan de overste te bidden. En na heel wat jaren ontvangen ze bijna een andere roeping. De ene broer weet zich geroepen om in het klooster te blijven. En Simeon weet zich geroepen om de wereld in te gaan naar de stad Emessa en daar als dwaas te leven. En zo komt hij daar in Emessa. En het tweede gedeelte van de levensbeschrijving gaat dus helemaal over zijn tijd daar in Emessa. Niet Edessa, maar Emessa. Ik zal daar een paar stukjes uit voorlezen. Het is een van de meest sprekende Griekse teksten die we hebben uit die eeuw. Het is in een soort spreekgrieks geschreven. Het is niet meer het klassiek Grieks, het is het Bijbels Grieks. Nee, het is echt spreekgrieks en er staan woorden in die de vertalers, als ze maar eigenlijk een beetje naar hebben moeten raden wat het betekent. Simeon, zijn entree in Emessa verliep als volgt. Buiten de stad vond de roemruchte op de mestveld een dode hond. Hij maakte zijn gordel van touw los, bond die aan een poot van de hond en sleepte het beest achter zich aan, terwijl hij door de poort die vlak bij de school is, de stad binnenholde. Toen de kinderen hem in de gaten kregen, begonnen ze, hé, een gekke monnik, te roepen en hem achterna te lopen en te slaan. De volgende dag, een zondag, nam hij noten en stapte juist toen de kerkdienst begon de kerk binnen.
Hij gooide de notendoppen in het rond en doofde de kaarsen uit. Toen ze aankwamen hollen om hem eruit te gooien, ging hij de preekstoel op en bekogelde vandaar de vrouwen met zijn noten. Met veel moeite wisten ze hem de kerk uit te werken, maar in het voorbijgaan smeet hij nog de tafels van de koekverkopers omver, die hem op hun beurt half dood sloegen. Toen hij zich zo bekeek, geradbraakt door het pak slaag, zei hij bij zichzelf: arme Simeon, als het zo doorgaat, hou je in de handen van deze mensen het eind van de week nog niet eens. Maar het is trouwens opmerkelijk dat die kinderen meteen roepen: een gekke monnik. Dus kennelijk was het een fenomeen wat ze wel eerder hadden gezien. Gekke Abbas roepen ze. Hij blijft daar in Emesa. Hij wordt daar eigenlijk een beetje een bekend verschijnsel, fenomeen. Maar hij blijft er altijd weer verbazen door zijn handelingen. Op een keer wordt hij van iets beschuldigd. De heilige, de Simeon, de dwaas, had ook de gewoonte de huizen der rijken te bezoeken en daar zijn spel te spelen, waarbij hij dikwijls deed alsof hij zelfs hun slavinnen wilde afzoenen. Toen in het huis van een der burgers een slavin door toedoen van een voornaam persoon in verwachting geraakt was, en de slavin de man die de ontucht met haar gepleegd had niet bekend wilde maken, werd ze door haar meesteres ondervraagd wie haar had verleid. Simeon de dwaas heeft me verkracht, zei ze. Fraai hoor, Abba Simeon, dat je mijn slavin onteerd en zwanger gemaakt hebt, zei de meesteres van het meisje, toen hij ouder gewoonte het huis bezocht. Hij barstte in lachen uit en zei, terwijl hij zijn hoofd naar zijn rechterhand boog, en zijn vingers alle vijf bij elkaar bracht: maak je niet druk, goede vrouw. Straks brengt ze u een kleine Simeon ter wereld. Tot op de dag dat ze zou moeten baren, sleepte Abba Simeon voortdurend brood, vlees en vis aan en zei: eet, vrouwtje van me. Maar toen de tijd en het uur van haar bevalling daar was, duurde haar barensweeën wel 3 dagen. Tot ze er bijna van stierf. Bid, Abba Simeon, zei haar meesteres tegen de dwaas, want uw vrouw kan niet baren. Bij Jezus, goede vrouw, zei hij toen, al dansend en in de handen klappend. Het kindje zal niet tevoorschijn komen, zolang ze niet zegt wie de vader is. Ik heb hem de schuld gegeven, zei de vrouw toen in doodsnood. Maar het kind is van meneer die en die. En terstond bracht ze het kind ter wereld. De verbazing was algemeen. Sommige bewoners van het huis hielden hem voor een heilige, en anderen zeiden: die voorspellingen van hem doet hij met de hulp van Satan, want hij is een regelrechte gek. Nu, bladzijde gaat het door met alles wat hij doet. Ik zal nog een kort stukje lezen wat een beetje een algemeen idee geeft. Hij maakt er een gewoonte van nu eens mank te lopen, dan weer rond te springen, of iemand die langs holde beentje te lichten. Soms ook ging hij bij nieuwe maan een tijdje naar de hemel staan kijken, waarna hij zich op de grond liet vallen en in het rond begon te schoppen. En andere keren deed hij alsof hij ijlde. Want die manier van doen was volgens hem het meest geschikt en bruikbaar voor hen die de dwaasheid omwille van Christus beoefenen. Met zo'n aanpak deelde hij vaak vermaningen uit en voorkwam hij het vervallen in zonde. Of hij liet zijn toorn over iemand komen om hem weer op de rechte weg te krijgen en deed voorspellingen. Hij wist alles gedaan te krijgen wat hij wilde, alleen maar door zijn stem te veranderen en zijn lichaam in allerlei bochten te wringen. Maar wat hij ook deed,
Voor de mensen was hij een van die vele figuren die raaskallen en profeteren omdat ze bezeten zijn. Dit gebeurt allemaal overdag. 'S Avonds gaat hij de stad uit en heeft een klein celletje ergens buiten de stad. En daar brengt hij de nacht door in gebed. Er is een diaken uit de stad die daarachter komt en die hem ook ziet bidden in de nacht. En die begrijpt dat dit een heilige is en dat heel die dwaasheid allemaal gespeeld is. Juist om, zoals het hier beschreven was, mensen tot bekering te brengen. Uiteindelijk daar in dat kleine celletje sterft Simeon. De grote heiligte voelde het uur naderen dat voor alle mensen eens aanbreekt. Ook na zijn dood wilde hij geen eer van mensen ontvangen. Dus wat deed hij? Hij ging zijn heilige hut binnen en kroop onder de bundel twijgen die hij daar had liggen. En tijdens zijn slaap gaf hij in vrede zijn geest over aan de Heer. Kom, laten we eens kijken of de dwaas soms ziek is, zeiden de mensen die hem kenden, toen ze hem 2 dagen lang niet gezien hadden. Bij zijn hut gekomen, troffen ze hem dood onder de bundel twijgen aan. Wie gelooft er nu nog dat hij goed wijs was, zeiden ze toen. Zijn dood is al van hetzelfde laken en pak. En 2 van hen namen hem mee en gingen hem begraven op het vreemdelingenkerkhof, zonder hem te wassen en zonder psalmgezang, kaarsen en wierook. Maar ook na zijn dood zullen er wonderen gebeuren en dan zullen de bewoners van Emesa langzaam maar zeker doorhebben dat ze een heilige in hun midden hadden. Nu, deze vita van Simeon de dwaas is een beetje de blauwdruk geworden voor alle dwazen in Christus die daarna gekomen zijn. Ook die in Rusland, waar we straks nog over zullen horen. Overal zie je een beetje datzelfde schema terug. Voorbereiding, lange voorbereiding. En dan een leven 's nachts in gebed en overdag allerlei handelingen verrichten en woorden spreken die voor de mensen abacadabra zijn, maar tegelijkertijd wel bewerken wat ze willen bewerken, de bekering van het hart. De dwazen omwille van Christus in Byzantium, dat zijn de eeuwen, zo van de 5e, 6e eeuw tot aan de 10e, 11e eeuw. Constantinopel, Byzantium, ook daar waren dwazen omwille van Christus. Links een icoon van een dwaas, ongekleed. Dat is een van de fenomenen dat de dwazen ongekleed liepen. En dat had te maken met wat we net ook hoorden, het gestorven zijn aan de wereld. Dat ze voor dwaas werden uitgemaakt. In het midden een ander type heilige wat er heel dicht tegenaan zit. De zuilheiligen. Monniken die zich een grote zuil lieten bouwen, daar opklommen en daar niet meer afkwamen. Daar leefden ze, daar baden ze, daar ontvingen ze de communie. Van daar af spraken ze de mensen toe en daar stierven ze. En het zijn er toch nog heel wat geweest in Egypte, in Libanon, in het Heilig Land, ook wat meer naar het noorden, Syrië toe. De zuilheiligen, die ook wel een beetje een toeristische attractie konden worden. Mensen gingen daar naartoe om de zuilheiligen te zien. Niet zozeer uit vroomheid, maar puur om het fenomeen te zien. En het zal ook werkelijk een fenomeen geweest zijn. En soms waren de aantallen mensen zoveel dat er een grotere zuil gemaakt moest worden. Maar niets menselijks was de mensen toen vreemd. Het bracht natuurlijk ook veel geld in het laadje voor lokale middenstand, dus die hadden er zeker iets voor over om hun zuilheilige een nog hogere zuil te geven, als die maar zou blijven. En zo kon het gebeuren dat een zuilheilige verhuisde van een lagere naar een hogere zuil, zodat nog meer mensen konden zien. Maar het zijn wel heiligen geworden, want ook deze roeping is natuurlijk wel een heel specifieke roeping
en ascetisch uitermate zwaar. Maar het heeft iets van de dwaasheid. Het is overigens eigenlijk een charisma wat later verdwenen is. We zijn zeker op de Athos, waar we 2 keer geleden over gesproken hebben, nog monniken die op een paar vierkante meter leven en daar niet van wegkomen. Maar dat is niet zelfheiligendom zoals daar in Byzantium. En rechts een afbeelding van hoe we dat een beetje moeten voorstellen. Zo'n dwaas die op de straat leeft, leeft van wat hem wordt aangereikt. Misschien op een heel andere manier reageert dan men verwacht. Hier zien we hem zegenend, maar hij kan net zo goed iemand een klap in het gezicht geven. Onvoorspelbaar is het. En zo komen we in Rusland terecht. De dwazen in Christus, de jurodivi, dat is het Russische woord. En het woord jurod of jurid heeft met misgeboorte te maken. Dus daar komt, dat is de stam van het woord. Het zijn dwazen die er eigenlijk dus niet hadden moeten zijn. Dat is het idee in feite. Aan de andere kant, ze werden al heel vroeg in die Russische kerk als grote heiligen gezien. Eigenlijk is de Russische kerk, we hebben dat een paar bij Serafim ook verteld, in de grond begonnen, in de aarde begonnen. De hole kloosters van Kiev. Daar zit al eigenlijk iets van een soort dwaasheid in. Maar al heel snel komt dat charisma uit Byzantium ook mee naar de Russische kerk. En zijn er de dwazen. Zodanig dat de mensen in de dorpen en de steden eigenlijk een heel diep respect hadden voor deze dwazen. Wat ook wel kon betekenen dat er valse dwazen tussen kwamen. Maar die werden vroeg of laat altijd wel ontmaskerd. Bovendien, het is zo'n streng leven dat iemand het zonder de genade van de Heer ook niet volhoudt. De heilige Basilius was zo'n dwaas. En op het Rode Plein, waar je wel eens bij de nieuwsberichten dan zo'n shot ziet van Moskou, daar zie je 2 grote kerken staan en 1 van die kerken is toegewijd aan de heilige Basilius de Dwaas. Dat is toch wel iets markants dat in het hartje van dit land, wat zo lang atheïstisch, communistisch is geweest, die kerk staat van Basilius de Dwaas. In het midden Xenia van Petersburg, een zeer vereerde dwaas in Christus in de Oosterse kerk. Gehuwd geweest, na het overlijden gaat ze op de straten zwerven. Typisch de levenswijze van een dwaas in Christus. En ze krijgt de genade van de harteschal, zodat ze mensen kan waarschuwen, kan aansporen om zich te bekeren. En ze komen naar haar toe voor hulp, voor gebed. Ze kan zeggen of het met iemand of met degene waarvoor het gebed gevraagd wordt, goed afloopt of minder goed afloopt. Zeer vereerd na haar dood. En zo zijn er heel veel dwazen in Christus in die Oosterse kerk die als heiligen vereerd worden. Op de jaarkalender, denk ik, staan er een stuk of 30. En we stellen natuurlijk altijd de vraag, hoe is dat dan vandaag de dag? Zijn er op dit moment in Rusland nog dwazen in Christus? Die zijn er zeker. Ook op de Athos zijn die er zeker. En het boekje wat je rechts ziet van Tatjana Goritsjeva verwijst daarnaar. De kracht christelijke torheid. De kracht van de christelijke dwaasheid. Zo in de jaren 70-80 was zij eigenlijk iemand die heel veel vanuit het communistische Rusland zo naar het westen bracht. Ze is gevlucht, leefde in Parijs toen. Haar boeken zijn in eerste instantie in het Frans verschenen, hoewel ook in het Duits. En zij beschrijft ook daarin hoe ze als atheïstische studenten in het communistische land de weg naar de kerk, naar de Heer en de kerk heeft gevonden. En bij haar was dat heel bijzonder. Zij moest Grieks leren en ze moest het Onze Vader leren. En ze leert dat uit haar hoofd, Pater Hermon enzovoort. En ze wordt eigenlijk geraakt door deze woorden. En ze gaat dan zoeken waar ze vandaan komen en zo komt ze in het evangelie terecht en vindt ze uiteindelijk de weg naar de Heer en zijn kerk.
En dan ontdekt ze de rijke wereld van de orthodoxie, van de Russische kerk. En ook, ze gaat naar de monniken toe om hulp, de staretsen. En zo ontmoet ze ook een aantal mensen die eigenlijk leven als de dwazen in Christus, in een voorportaal van de kerken leven. En die daar, ondanks de communistische soldaten die ze oppakken, wegvoeren, mishandelen, blijven zeggen: Christus is verrezen, Christus is verrezen. En het is heel indrukwekkend om dat te lezen. En zo weten we dat, zeker in die tijd, kunnen vermoeden dat het nog zo is, en nog steeds dwazen in Christus zijn. Pelagia, de grote heilige Serafim, die een heel diep respect had voor het charisma van de dwaasheid in Christus. En hij heeft aan deze Pelagia gevraagd om dit charisma op zich te nemen. En zij durft eerst niet, wat we kunnen voorstellen, maar uiteindelijk aanvaardt ze het. En wat Serafim dan doet, op het moment dat zij dat aanvaard heeft, buigt hij heel diep voor haar neer, knielt neer met zijn hoofd naar de grond toe, grote prosternatie, en zo buigt hij voor haar neer, wetend dat dit charisma uitermate zwaar is, dat zij veel te lijden zal hebben, maar juist daardoor ook de boze zal weten te weerstaan, die na zijn dood zal proberen die communiteit van zusters binnen te dringen. Pelagia, we zullen ook over haar wat lezen. Het gaat altijd maar weer over die bisschop of over andere mensen die proberen binnen te dringen in die kloostergemeenschap van Divejevo. De bisschop liet zijn rijtuig stilstaan en stapte uit. Kijk, dienares Gods, zei hij tegen Pelagia, ik heb u voor u een professor van de liturgie. Zij keerde zich van hem af. Hij had het moeten begrijpen en weggaan, vertelde iemand anders, maar nee, hij naderde Pelagia van de andere kant en reikte haar opnieuw. Professor, of hij wees opnieuw naar de professor. Plotseling kwam Pelagia overeind. Slank, mager, maar dreigend en verschrikkelijk. Waar bemoei je je mee? Brulde de dwaze. En tegelijk gaf ze de bisschop een meesterlijke kaakslag. Hij bood haar de andere wang aan. Sla ook de andere, zoals het evangelie zegt, zei hij. Je hebt er aan één genoeg, antwoordde Pelagia honend. Ze ging weer zitten en begon met eieren te spelen alsof er niets gebeurd was. Men begrijpt de opschudding die dit voorval teweegbracht. Men zal je in de gevangenis zetten, je opsluiten in het gekkenhuis, zei men tot Pelagia. Daar ben ik nooit geweest en ik zal er ook nooit komen. Pelagia, die de bisschop een kaakslag geeft. Dan staat er eigenlijk vrij eenvoudig, dit gaf wat opschudding. We kunnen ons voorstellen wat dat betekent. Je moet je maar indenken dat je de bisschop uitnodigt voor het vormsel, dat er daarna een ontmoeting is en dat een van je parochianen naar voren stapt en de bisschop een kaakslag geeft. En de bisschop nog zo deemoedig is om zijn andere wang aan te bieden. Maar iedereen die zou zich uit de voeten maken of zou vreselijk schrikken hiervan. De gekke toeren die Pelagia uithaalde, schandalen die zij in de kleine stad verwekte, brachten ten slotte een koopman, haar man die haar ondanks alles lief had, tot verbittering. Niet wetend wat te doen, ranselde hij haar af en legde haar vast aan kettingen om haar te beletten uit te gaan.
maar zij verbrak haar banden en nog meer met het ijzer om haar polsen. En nog met het ijzer om haar polsen liep zij half gekleed in de nacht langs de straten door kou en sneeuw. De koster haalt er eens voor een spook en luidde de alarmklok. Dat deed de maat overlopen. In het publiek werd zij gegezeld. Hoewel haar lichaam aan flarden hing, uitte ze geen klacht. Werd ook Christus niet door de Romeinse soldaten gegezeld. Ze gaat naar Divejevo toe, bij de zusters. Langzamerhand wenden de zusters aan deze vreemde gezellin. Ze werd toevertrouwd aan de zorgen van een moniale, die, men weet niet om welke reden, van haar de bijnaam Benedicta had gekregen. Pelagia installeerde zich in haar cel tussen drie deuren op een stuk vilt, niet ver van de kachel. Ze liet haar nagels groeien als klauwen van vogels. Had bijna niets en ging niet liggen om te slapen. 'S Nachts hoorde Benedicta haar praten met onzichtbare bezoekers. Eén keer onderscheidde zij duidelijk de stem van vader Serafim. Dat is het moment wat hier staat afgebeeld. Serafim is hier al overleden. De Heer zendt hem naar Pelagia en Serafim bevestigt haar in haar zending. En die zending is niets anders dan ervoor te zorgen dat mensen die communiteit van Divejevo kapot zouden maken. Serafim had gezegd dat hij zou waken over zijn zusters. En dat doet hij ook middels deze dwazen in Christus die hij heeft voorbereid op een zending. En die dus in de communiteit kwamen leven. En daar zelfs de moed hadden, de vrijheid hadden om een bisschop te weerstaan die met verkeerde plannen naar de communiteit was gekomen. En hier rechts zie je een icoon van de heilige Pelagia. Zij werd opgevolgd door een andere dwaas in Christus. Parasheva. Ook wel Pascha genoemd. 1915 overleden. En er zijn dus nog foto's van haar. Er zijn nog enkele foto's van haar zoals je hier kan zien. Praskovje Ivanova. Drie keer getrouwd geweest. De mannen zijn allemaal overleden. En het waren uitgehuwelijkte situaties. Door haar pleegouders. Ze heeft het altijd geduld, maar toen haar derde man overleden was, heeft ze weten te voorkomen dat ze opnieuw werd uitgehuwd. Ze gaat dan op pelgrimstocht naar Kiev, naar de relieken van de heilige ordestichters, de Staretsen. En het is daar dat ze de roeping, de zending krijgt, ook het charisma krijgt om als een dwaas te leven. Met de bekende gave van de helden, van de hartenschouw. Het schouwen van de harten. Zodat zij mensen kon waarschuwen voor wat er ging gebeuren. Ze komt later ook in Divejevo. Ze woonde daar iets buiten Divejevo. Dat klooster van die zusters. En daar werd ze eigenlijk herkend als een dwaze in Christus. Kwamen mensen naar haar om raad. Het is een andere situatie. De oorlog rond dat monasterium, dat klooster van Divejevo is uitgeklaard. De vijanden zijn allemaal gestorven. Allemaal mensen die ook iets tegen Serafim hadden. Vaak uit jaloezie voor de verering die hij tijdens zijn leven al had. Het is een andere situatie. Zo komt er ook een bisschop naar haar toe. En daar spreekt ze mee. En dan ineens springt ze op. En begint ze die bisschop aan te vallen. Begint ze tegen hem te stompen. En die man die schrikt natuurlijk zich wezenloos. Begrijpt niet wat er aan de hand is. Maar dan zegt ze, pas op als je naar huis reist. Hij snapt het niet. Hij reist naar huis. En onderweg wordt hij overvallen. En door deze mensen in elkaar geslagen. Profetische handelingen.
om zo mensen te waarschuwen. En ook dat ze tegen een vrouw zegt: zoek maar iemand die de rest van je leven je zal beschermen. En die vrouw die zegt: ja, maar ik ben getrouwd, ik heb een man. Hij zorgt voor me, hij beschermt me. Maar een paar weken later zal deze man overlijden. Het zijn de profetische gaven die ze heeft. Er komt een jonge vrouw ook naar haar toe. Die was naar haar toegestuurd omdat ze haar roeping wilde weten. Maar deze jonge vrouw zelf, die wist eigenlijk haar roeping al, die wilde gewoon trouwen. En ze komt bij Parasheva. En Parasheva die ziet haar aankomen, ze kennen haar niet. En Parasheva roept: daar is mijn dienares, daar is mijn dienares. Niemand snapte wat van, zeker die jonge vrouw niet. Maar gaandeweg wordt zij door Parasheva zo binnengevoerd in het leven van gebed, vooral het Jezusgebed wat Parasheva dag en nacht bad, dat deze jonge vrouw zich geroepen weet tot het monastieke leven, tot een soort kluizenaarsleven buiten de kloostercommuniteit, zodat ze in de buurt van Parsha van Parasheva ging leven en inderdaad haar bij alles hielp waar dat nodig was. En zo is ze in zekere zin haar dienares geworden. En het is van deze jonge vrouw dat we ook het getuigenis hebben dat 's nachts, als iedereen lag te slapen, in de kamer in het celletje van Parasheva altijd licht was. Het was vol met kaarsen. De hele nacht door bad Parasheva. Een beetje zoals Serafim, die ook in zijn kluis eindeloos veel kaarsen had, zodat zijn medebroeders zorgen maakten dat er brand zou komen. Was dat bij Parasheva ook. De nachten door bad ze. En overdag zat ze buiten voor haar huis, of ze liep wat daar rond. En ze leek een dwaas te zijn, maar de mensen wisten eigenlijk op dat moment beter, gingen naar haar toe voor het gebed, voor raad. Het kon op een onverwachte manier verwoord worden of zelfs uitgebeeld worden. Toch wisten ze dat Parasheva altijd het goede met hen voor had. Bijzondere heiligen zijn dit. Een type heilige waar we erg aan moeten wennen. We zullen zo verder naar het charisma kijken. Als je een beetje een indruk wil krijgen van die Oosters-Orthodoxe kerk met het Jezusgebed, met zo'n monnik die wat excentriek is, dan kan je een keer naar deze film kijken. Met dank aan degene die mij hier op heeft attent gemaakt. En je moet bij YouTube even intypen The Island en dan daarachter Russian Movie. Want als je The Island intypt, dan krijg je allemaal mooie reisaanbiedingen naar allerlei eilanden misschien. Maar als je er zet Russian Movie, dan kom je hier terecht. De Russische titel is Ostrop. Is ook in het Russisch, maar is Engels ondertiteld. En het is een vrij lange film. Het vraagt wat geduld, dus misschien moet je hem in stukjes kijken. Maar vooral het begin is geweldig. En spoiler alert, vooral het einde is buitengewoon indrukwekkend. Zeker als je gelezen hebt of gehoord hebt over Simeon de Dwaas, hoe die stierf in zijn heilige hutje. Hij bond wat takken vast, daar schoof hij onder en hij sliep rustig in. Maar met dat in gedachten moet je aan het eind van deze film ook maar kijken. En als je dan toch daar naar zoekt, kijk dan ook even naar de tweedelige film You Are Three. Die is veel korter, dat is 2 keer 10 minuutjes denk ik. En je moet hem helemaal uitkijken. En het einde is geweldig. En dit is zo door en door de orthodoxe spiritualiteit die in beide films naar voren komt, dat je hier eigenlijk wat kunt proeven van deze leefwereld. Hebben wij in onze katholica ook heilige dwazen? Nou en of hebben we die? Tuurlijk hebben we die. Het zal jullie niet verbazen dat Franciscus daar één van is.
Als je de levensbeschrijvingen van Celano leest en ook de legende die daar later komen, dan zie je dat Franciscus ook voor een deel dit charisma, dit werk van de Heilige Geest had in de dwaasheid. Ik zal een stukje voorlezen uit een van de vele verslagen. Franciscus liep eens in een bos en zong de lof van de Heer. Dat is nog redelijk normaal. Plotseling werd hij door struikrovers overvallen. Ze bedreigden hem met de dood en vroegen hem wie hij was. Maar de man Gods liet zich niet intimideren en antwoordde luid en duidelijk: ik ben de heraut van de grote koning, maar wat gaat jullie dat aan? Daarop sloegen ze hem bont en blauw, gooiden hem in een diepe kuil vol sneeuw en beten hem toe: blijf daar maar lekker liggen, armzalige verkondiger van God. Franciscus rolde eens flink heen en weer, schudde de sneeuw van zich af, sprong uit de kuil, terwijl de rovers terugdeinsden, en begon in opperbeste stemming de lof van de schepper aller dingen te verkondigen. Nou, dit is toch wel redelijk dwaas, en zo zijn er uit het leven van Franciscus nog meer van dit soort momenten te vinden. En eigenlijk ook over de directe medebroeders, die eerste generatie, die vier broeders en later zijn het er meer, die deelden wel heel sterk nog in dat begincharisma van Franciscus. En ook die werden door de mensen eigenlijk voor gekken aangezien, voor zotten aangezien. Niet alleen om het feit dat ze die extreme armoede, die hele radicale armoede beleefden, juist naar de benaatse toe gingen om die te verzorgen, maar ook in heel hun kinderlijkheid, in heel hun ongecompliceerdheid hadden ze iets van de dwaasheid. En zo werden ze ook uitgescholden, weggestuurd, maar ze lieten het allemaal over zich heen komen. Een van hen, uit een iets latere generatie, is Egidius. En als je de verhalen over Egidius leest, dan zie je ook daar de dwaasheid terugkeren. Op een dag hoorde broeder Egidius een kraai. Helemaal in de ban hiervan zei hij: o kraai, mijn meesteres, ik kom naar je toe om te luisteren naar jouw lofprijzing van de Heer. Ik zal ter harte nemen dat je niet la la roept, maar kwa kwa. Alsof je wil zeggen: niet ginds in een ander leven, maar hier, hier moet je je inspannen om het goede te doen. Er kwamen eens twee kardinalen bij broeder Egidius om van hem woorden van levenswijsheid te horen. Voor zij vertrokken vroegen zij hem voor hen te bidden. Maar Egidius zei: waarom zou ik voor jullie tot God bidden? Jullie hebben toch immers een groter geloof en meer vertrouwen dan ik. Hoezo? Vroegen zij. Egidius antwoordde: omdat jullie met al je rijkdom en het aanzien dat jullie genieten gered hopen te worden, terwijl ik juist vrees bij zoveel onheil en tegenspoed verdoemd te worden. Nu, Franciscus en die eerste generatie dwaasheid van Christus, wat verder niets zegt over de navolgers en degene die hem vereren. Dan hebben we nog Jacopone da Todi. Een tijdje later, ook in de Franciscaanse familie. Jacopone da Todi wordt gezegd de dichter te zijn van het Stabat Mater. Hij heeft prachtige hymnen geschreven. Maar hij werd beschouwd als een ongeletterde, als een dwaas. Werd ook niet als volwaardig lid van de communiteit en de orde opgenomen. Maar hij heeft dat over zich heen laten komen. En heeft in zekere zin ook als een dwaas geleefd. De bekering lag bij zijn vrouw. Zijn vrouw was in zijn idee niet een heel vroom iemand. Hij zelf helemaal niet. Hij leefde er maar op los. En op een dag is zijn vrouw in de stad
En er stort een gebouw in. En zijn vrouw wordt daardoor verpletterd, sterft. Jacob Bona wordt daarbij gehaald. En die haalt zijn vrouw onder het puin vandaan. En tot zijn grote verbazing en schrik ziet hij dat zij onder haar kleren een boetemantel droeg. En dat is het moment van zijn bekering geworden. In eerste instantie is dat heel extreem geweest. Zijn hele wereld was ingestort. Maar ook lijkt dit feit van zijn vrouw als boetelingen zijn hart vermorzeld te hebben. Zodat hij inderdaad daarna radeloos en redeloos door de straten loopt. En eigenlijk niet weet hoe en wat. En dan klopt hij wel aan bij kloosters. Maar die willen zo iemand niet hebben. Dat tempert zich langzaam. En dan vraagt hij alsnog opgenomen te worden in een Franciscaner klooster. Maar die houden hem wel bij de communiteit, maar niet echt als volwaardig lid. En zo leeft hij daar verder. En hij maakt zijn gezangen, zijn lofzangen op de Heer, lofzang op de Moeder Gods, het Stabat Mater. En dan zijn er natuurlijk nog veel meer. Philippus Neri, u wel bekend vanwege zijn katje. Zoals die hier ook op de icoon staat afgebeeld. Een prelaat die soms de helft van zijn baard afschoor en dagen zo rondliep. Een prelaat die tot ergernis van die kardinalen van Rome door de straten rende in zijn soutane. De priester die als een vrouw vlak na het ontvangen van de communie al de kerk verlaat, de misdienaars achter haar aanstuurt met de kaarsen. Omdat nog steeds de Heer in haar hart aanwezig is, enzovoort, enzovoort. Een zeer markante persoonlijkheid, mooi om dat leven te leren kennen. Zijn mooie speelfilm, Nederlands ondertiteld, die je bij Betsaida kan bestellen. Mooi om dat een keer te bekijken en ook met een heel aandoenlijk einde daarin. Philippus Neri, zeker de dwaasheid. Johannes de Deo, die heeft een tijdje in een gesticht gezeten. En daar, omdat hij als een zot werd beschouwd, en het is juist in het gesticht dat hij ziet hoe slecht de mensen daar behandeld worden, dat als hij eenmaal is vrijgelaten, hij zich in dienst stelt van de Heer, om juist dit soort mensen op te vangen met grote genegenheid en zorgzaamheid. Medebroeders die komen helpen, de broeders van Johannes de Deo. Bernard Larbre, we zijn hem al tegengekomen bij de pelgrim, heeft natuurlijk ook iets van de dwaasheid van Christus. Hij droeg geen boetegordel, maar op zijn vele tochten trok hij ongedierte aan, die beten zich vast in zijn vel, en dat was zijn boetegordel. En dan zo één keer in de zoveel maanden sprong hij wel een keertje in het water, om zich wat te wassen, maar de rest van de tijd niet. Om juist ook deze natuurlijke boetegordel te dragen. Het is toch een beetje dwaas. En het is weer om een protestant. En mijn naam hebben we al eerder genoemd, Walter Niek. Die eigenlijk dit fenomeen op een bijzondere wijze op het spoor is gekomen en heeft beschreven. In dit boek, Der christliche Narr. De christelijke nar, de christelijke dwaas, schrijft hij over Simeon, over Jacopone da Todi. En natuurlijk van eigen bodem Erasmus met zijn lof der zotheid. Philippus Neri Pestalozzi is een protestantse pedagoog, maar die, we zeggen, de kinderlijkheid bewaard heeft, zodat hij als een dwaas werd beschouwd. Het meesterwerk van de Cervantes, Don Quixote. Don Quixote is een dwaas in Christus. Don Quixote is een Christusgestalte. En vorige keer hebben we het kort genoemd, Dostojevski met zijn roman De Idioot, waarin hij de prins Mushkin beschrijft als een ontwapende persoon die kwetsbaar is, die dan ook wordt uitgescholden, zelfs wordt geslagen. Hij lijdt aan epilepsie, zoals Dostojevski zelf ook. Maar in zijn eindeloze goedheid weet hij de harten te raken. Prachtig boek, helaas niet in het Nederlands. En een studie als deze, Perfect Fools, volmaakte dwazen.
John Sauer. Het is een wat ouder boek al, waarin hij eigenlijk de hele geschiedenis van de dwazen vanuit het begin van de kerk tot zo in de 17e, 18e eeuw beschrijft. En er zijn ook wel meer studies en boeken over. We gaan even een invuloefening doen, voordat we naar het charisma verder gaan kijken. Wat denkt u, wil God door de dwazen aan ons zeggen? En u kunt via de chat met een paar woordjes kijken of u daar iets wat kan aanreiken. Dit is niet een goed-fout vraag, puur wat denkt u dat God door deze heilige dwazen aan ons wil zeggen? De wereldse zaken niet zo serieus te nemen. Onthechting. Dat we onszelf niet zo serieus moeten nemen. Vaste patronen, zekerheden doorbreken. Geen façade ophouden. Ja, de dwazen blijken het ons niet makkelijk te maken. Totale overgave aan God. Open blijven voor het onverwachte, flexibiliteit. Niets op aarde is waardig. Nou, het zijn wat pogingen en ze maken zeker een deel uit van dit charisma. Maar we zullen verder nu wat bij dat charisma gaan stilstaan. En daardoor haal ik de beelden weer terug. Wat is het wezen van dit charisma? En weet je wat hier ook is aangereikt? De onthechting, of met een ander woord, de indifferentia, de heilige onverschilligheid. Het is een vorm van wat uit de klassieke wereld is gekomen en in de woestijnmonastieke leven heel belangrijk was, de apatheia, de gevoelloosheid. Maar dan wel in een gezuiverde vorm. Dus apatheia kan ook negatief verstaan worden in een heidense vorm. Ik onthecht mij zo dat niets mij meer kan raken. Maar dat is natuurlijk niet christelijk, dat is niet katholiek. Dus het is een gezuiverde vorm van beschikbaarheid, zodat God over hen kan beschikken. Omdat ze helemaal vrij zijn, deze dwazen, hebben ze de parhesia. Dat is het Griekse woord voor vrijheid van spreken. Ongeacht wie ze tegenover zich hebben, ze hebben de vrijheid van spreken. Of het nu een bisschop is, of het een kardinaal is, of het iemand is een heiden is, of het iemand is die dreigt met geweld, of dat het iemand is die in nood verkeert. Tegenover iedereen hebben ze de vrijheid van spreken. En kunnen dus heel direct de oproep doen tot boete en bekering. Als we even terugdenken aan iemand van wie we dat weten, dat is Johannes de Doper. Wat deed Johannes de Doper in de woestijn? Hij at sprinkhanen.
ook al een beetje dwaas. En hij had maar een mantel, een kameelhaar. Boete en bekering. Bij dit charisma komt altijd ook deze twee charisma's voor: het profetisme en de kardiogenosis, de gave om in het hart te kijken. Het is geen helderziendheid, hè? Het is niet parapsychologie wat hier gebeurt. Nee, de Heilige Geest geeft in wat er in het hart van de ander leeft. Dus het is niet iemand die het vermogen heeft om in het hart te kijken, maar het hart heeft het vermogen om te luisteren naar de Heilige Geest en die geeft in wat er in het hart van de ander speelt. Profetisme vaak over een zuivering, het is vaak waarschuwend die gaat komen. Het wezen van het charisma is delen in het kruislijden van de Heer. Het is een heel vergaande kenosis, ontlediging, ontluistering. En die in het lijden van de Heer vruchtbaar wordt. Het is de mens die zich zo beschikbaar heeft gesteld. Christus kan door zijn iemand heen werken. Christus. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Het charisma steunt de woorden uit de Heilige Schrift. Paulus. Het woord wat Pelagia ook noemde. Als iemand onder u wijs meent te zijn, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. En Paulus die zegt, wij zijn dwaas ter wille van Christus. En hij gebruikt het woord een aantal keren in zijn brieven. Als gij maar een weinig dwaasheid van mij wilt aannemen. Paulus is eigenlijk de eerste, zonder dat hij weet dat dit een zelfstandig charisma zal zijn, die dit begrip gebruikt. En dat wordt dan later naar voren gehaald om dit charisma te duiden. Wat vraagt het charisma? Een stabiele persoonlijkheid. En dat is natuurlijk heel wezenlijk. En het vraagt ook een hele lange voorbereiding. Net zoals men in de Benedictijner traditie geen kluizenaar mag worden, pas nadat men heel lang in de communiteit heeft geleefd. Kluizenaarschap mag geen vlucht zijn, want ik red het niet in die communiteit, dus ga ik maar op mijn eentje leven. Nee, men moet dat communiteit leven doorstaan hebben, geleefd hebben. Doorstaan klinkt wat negatief, doorleefd hebben. En dan kan, als God dat wil, iemand kluizenaar gaan leven. Zo is het ook met de dwaze in Christus. Een hele lange voorbereiding. En het gaat om iemand die ten diepste in Christus geworteld is. Hier is dus niet het charisma het verlengde van een natuurlijk iets. Dat hoeft aan charisma überhaupt niet te zijn. En dus we moeten niet denken als iemand zich zot gedraagt. Oh, dat is een heilige dwaas. Nee, absoluut niet. Het vraagt ook de onderscheiding. En die onderscheiding komt in de loop van de tijd. Mensen hebben dat toen ook gezien bij Simeon. Al die jaren dat hij daar is. En dan uiteindelijk ontdekken ze. Maar 's nachts biddend, overdag de zot uithangen. Het gaat om een stabiele persoonlijkheid. Het gaat ook om een roeping. Wat je in al die levens wel ziet, is dat er altijd iets van geestelijke begeleiding is. Die diaken bij Simeon, Emessa, Serafim, bij Pelagia enzovoort. En Serafim die zegt, dit is een van de zwaarste zendingen die we hebben. En iemand mag dat dan ook nooit op eigen houtje zomaar beslissen. De schets is bekerend. Als Simeon van Emessa op vrijdagen, een vaste dag, zich volpropt met knakworstjes, dan wil hij daarmee eigenlijk de schijnheiligheid spiegelen van de mensen die zich wel aan de vaste houden, maar eigenlijk daarbuiten helemaal niet leven zoals Christus dat vraagt. Het is bekerende schets. Wat het charisma ook doet, is uiterlijk en innerlijk omdraaien. De heiligheid is hier volstrekt weggeborgen. En uiterlijk is niet eens de uiterlijkheid van een zondaar. Nee, het is de uiterlijkheid van een zot. En dat lijkt nog verder weg te staan. En daarin
komt ook iets van de openbaring naar voren. Als we kijken naar Jezus, dan zien we een mens, maar hij is ook God. En dat komt af en toe wel zichtbaar en hoorbaar wordt dat naar buiten. Maar het eerste wat we blijven zien, wat de mensen zagen, is een mens. Overigens, we lezen in het evangelie dat zijn familie, buiten Maria uiteraard, Jezus ook buiten zinnen acht. Ze denken dat hij gek is. Het staat in het evangelie. En een stap verder, het verlengde van de menswording langs het kruis, is de aanwezigheid van de Heer in het Allerheiligste. We zien de hostie, maar het is Jezus Christus. Uiterlijk en innerlijk, die elkaar een beetje lijken tegen te spreken. En daaronder de Casta Medicis en de Una Sancta. Una Sancta, dat is de katholica, dat is de kerk. De kerk is één en heilig. Tegelijkertijd, vanuit Origenes, dus als heel vroeg, tweede, derde eeuw, wordt er over de kerk gesproken als de Casta Medicis. Dat wil zeggen, de zuivere prostituee. De bekeerde hoer. In lijn van wat we van Hosea hoorden over het volk dat ontucht pleegt. Leden van de kerk kan ook die neiging hebben met de wereld te gaan heulen. Ontrouw te worden aan haar bruidegom. En dat zijn dan uiterlijke dingen. Die zien we, die horen we, die komen in de nieuwsberichten. Maar het innerlijk is anders. Het diepste innerlijk van de kerk is una sancta, is één en heilig. De heilige dwazen leren ons dus eigenlijk om weer met andere ogen te kijken. Het uiterlijk kan misleiden, het innerlijk telt dan. En natuurlijk de compassie. De dwazen in Christus hebben een enorm medelijden met de allerarmsten, met wie zij nog armer willen leven. Met degenen die vervolgd worden, degenen die onderdrukt worden, omdat zij letterlijk niets te verliezen hebben, kunnen ze heel diep meeleven met deze mensen en ze daarin steunen en zelfs klappen voor hen opvangen. Ten slotte, het wezen van het charisma, van elk charisma, is natuurlijk Christus navolging, de Zoon van God. En dit charisma van de dwazen laat daarin een aantal bijzonder mooie aspecten zien. Het charisma van de dwaas is zich uitermate kwetsbaar maken, weten, leven. En dat is ook gebeurd in de menswording. Toen God de Zoon mens werd hij uitermate kwetsbaar. God de Zoon werd voor gek verklaard. Hier staat de verwijzing. En waarom zouden de volgelingen van de Heer dan niet voor gek verklaard worden? Dat gebeurt door atheïsten, door mensen die Christus en de kerk niet kennen, belachelijk gemaakt worden. Dat is allemaal niet zo erg, de Heer voorzegt het ook. Maar hier wordt het zelfs in een charisma omgezet. Mensen die naar buiten toe lijken ze dwaas te zijn, zodat de wereld ook meteen zich bevestigd weet. En natuurlijk, volstrekt dwaas. Maar we zullen zo zien dat dit nog ergens naar verwijst. God de Zoon wordt een gekruisigde. En de dwazen in Christus hebben ook altijd verschrikkelijk geleden. Werden afgeranseld, werden de stad uitgegooid. Bij Franciscus gebeurt er natuurlijk ook dit soort situaties. En God de Zoon die Eucharistie wordt, oftewel zich prijsgeeft en zich laat nuttigen. Zich volkomen uit handen geeft. Men mag over hem beschikken. En dat is bij de dwazen in Christus net zo geweest. En dan gaan we het nu omdraaien. Als we naar de dwazen in Christus kijken, dan zien we dus daarachter God de Zoon in zijn kwetsbaarheid. God de Zoon die voor gek werd verklaard. God de Zoon die gekruisigd werd. God de Zoon die zich uitlevert als Eucharistie. En een van de grote hedendaagse
orthodoxe auteurs, Callistus Ware, bisschop, die zegt: heilige dwazen zijn imitators of the divine fool. En ik heb dit maar als citaat gezet, want dit durven we natuurlijk zelf eigenlijk niet te zeggen. Hij zegt: dwazen in Christus zijn navolgers van de goddelijke dwaas. Dwazen in Christus zijn volgers van Christus die ook dwaas is. En de grote Hans Urs van Balthasar, die een hele beschouwing houdt over deze dwaasheid, in een van zijn trilogieboeken zegt: deze heilige dwazen zijn vol van den sanften göttlichen idioten am Kreuz. Ze zijn vervuld van deze zachtmoedige, goddelijke idioot aan het kruis. Nu, dat is een woord wat we natuurlijk nooit voor de gekruisigde durven gebruiken, tenzij in deze context, tegen deze achtergrond. En dan gaan we nog een stapje verder. Christus als clown. Het is de Franse schilder Georges Rouault, katholieke schilder, die veel heiligen heeft geschilderd, maar ook Christus afbeeldingen. Zijn opleiding was die van het glas en lood, en dat vind je terug in de wijze waarop hij schildert. Het is een heel speciale stijl. Het heeft iets moderns, bijna iets abstracts, en tegelijkertijd behoudt het ook heel klassieke vormen. Als je naar deze Christusafbeelding kijkt, zie je ook iets van een oude icoon erin naar voren komen. Hij heeft heel veel Christussen geschilderd, maar hij heeft ook heel veel clowns geschilderd. En als je die naast elkaar legt, dan zie je dat hij ze eigenlijk als eenzelfde soort mens beschouwt, als eenzelfde soort persoon beschouwt. En als je de clown afzonderlijk bekijkt, dan zie je een clown die helemaal niet lacht. Als hij uitermate droef kijkt. Een clown heeft een hele zware zending. Hij moet voor een heel korte tijd mensen aan het lachen brengen in een leven en in een wereld waarin heel weinig te lachen is. En de clown kan dat alleen doen doordat hij zelf het lijden van de mensen kent, eigenlijk meer nog, doordat hij op dat moment bereid is om dat lijden zelf wat in zich op te nemen, en in ruil daarvoor komt hij met zijn fratsen, komt hij met zijn grappen, en de mensen lachen daarom, en ze zijn even verlost van de zorgen, maar de clown draagt de zorgen. En dat is wat Rouault wilde laten zien in deze afbeeldingen. Zijn clowns zijn droevige mensen. Onbestemde blik die hierin ligt. En als je daar overheen dat schilderij van zijn Christus legt, dan zie je dat het eigenlijk één en dezelfde figuur is. De clown is voor hem een vorm van een Christusfiguur. En andersom, Christus heeft iets van een clown, van een dwaas, van een zot. En het antwoord geeft natuurlijk de grote Thérèse van Lisieux. Als zij zegt: de liefde van Christus is een liefde à la folie, tot in de dwaasheid, tot in de zotheid. De dwazen van Christus hebben uiteindelijk de zending om te laten zien hoe ver de liefde van God bereid is geweest om ons te redden. En dat is een liefde tot in de dwaasheid. Een dwaasheid die zichtbaar wordt aan het kruis, volgende week vrijdag, en in het verlengde van het kruis, of eigenlijk beter gezegd, inbegrepen in het kruis, wordt die liefde zichtbaar in de eucharistische presentie van de Heer. Beide momenten tarten elke rationele bedenking. En zoals de pastoor van Ars ook zegt, niemand had de eucharistie kunnen uitdenken, omdat het eigenlijk te zot voor woorden is. Maar juist daarom
is het de liefde van Christus à la folie die tot het uiterste gaat, tot in de dwaasheid gaat. De Eucharistie is inbegrepen in het kruislijden en daar zien we dan ook een liefde die we nooit kunnen bevatten. En dat is altijd moeilijk. We willen zo graag die liefde ontvangen, maar we kunnen er niet. Het is altijd groter dan wij voor mogelijk houden. Dan breekt het niet allereerst ons hart, maar dan breekt het ons verstand en gaat het tegen alles in wat we van God denken. Maar juist daarin laat de drie-ene God zijn liefde zien langs de Zoon die gekruisigd wordt. Dit is zijn liefde à la folie, tot in het dwaze aan toe. En dat is de hoofdreden, denk ik, waarom de Heer dit gewaagde charisma aan de christenheid, aan de kerk heeft geschonken van de dwazen in Christus. Ze zijn, om het zo te zeggen, levende iconen van een God die bereid is tot in de dwaasheid ons lief te hebben en daarom zich laat kruistigen en daarom zich tot Eucharistie heeft gemaakt. We gaan afronden met een vraag waar u nog kunt over nadenken. Ik ben een dwaas voor Christus, wiens dwaas ben jij? Oftewel, zijn we niet allemaal een beetje dwaas? En dan kan je maar beter een dwaas van Christus zijn. Hiermee sluiten we de serie af over de orthodoxe kerk. Eigenlijk veel te kort, bedenken we nu. We hadden nog mooie dingen kunnen ontdekken over de iconen bijvoorbeeld, over de heilige liturgie, over de Sophia-mystiek in de Oosterse kerken, over de bepaalde inzichten die zij aanreiken over de ontlediging van Christus. We zouden kunnen spreken over de verschillende hele oude tradities die er zijn in de Koptische kerken enzovoort. Het is echt een wereld nog te ontdekken, maar we hebben nu een beetje ermee kennis gemaakt. Na Pasen, Adrienne gaat natuurlijk door. En tussen Pasen en Pinksteren gaan we een aantal heilige biografieën bekijken. Überhaupt de vraag stellen of je als christen wel een biografie kan schrijven. Maar dan kunnen we er een paar van bekijken. En op de donderdagavonden blijven we het Onze Vader uitleggen totdat we daarmee klaar zijn. En dan kunnen we tot aan de zomer nog wat over het Wees gegroet en de Rozenkrans spreken. Dit was de inleiding voor deze avond. We zijn ietsje over tijd. We zullen afsluiten met een kort gebedje en de zegen aan de Heer vragen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor deze bijzondere mensen die zich helemaal prijs hebben gegeven aan uw omvormende genade. Dat hun leven zo vruchtbaar is geworden. Dank u voor de vele mensen die trouw zijn aan hun geloof, ook vandaag. Dank u voor onze orthodoxe en oosterse medebroeders en zusters. We bidden dat uw Heilige Geest die eenheid mag brengen zoals u die verlangt. En Heer, dank u voor de komende dagen, dat we naar u mogen kijken en mogen zien dat uw liefde bereid was tot in het dwaze toe te gaan aan het kruis en in de heilige Eucharistie. Mogen we dit steeds meer ontdekken en er telkens weer door geraakt worden. En Maria, moeder van de Heer, moeder van smarten, bid voor ons en waak over ons. Alle heilige dwazen van God, bid voor ons. En mogen de Heer u allen zo zegenen, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dank voor uw uithoudingsvermogen. Zalig hoogfeest.